Deze is ook van de streek hier. Ja, dat is Staphorst. Dat is een Staphorst. Oh, dit is echt op Staphorst geïnspireerd. Ja. Het stipwerk, op mijn manier dan. En dit doet mij een beetje bijbels denken. Ja, dat is het ook, ja. He, dat is toch Jezus in Gethsemane of zo? Ja, klopt. En hier zie je ook weer treuren van Dalfsen, die vrouw. Die treurt, of vrouwt, laat ik het zo zeggen. Ja. Hier zie je ook een mooi meisje met dat haar, weet je, met dan hebben ze zo'n bandje erdoorheen. En dan was ik ook naar speciaal naar van die shows geweest, die mensen laten zien. Ja. En me ook hebben laten informeren. Ja, dan maak ik er zoiets van. Het Staphorst swingt, zeg maar, op mijn... Ja, het is geweldig. Het is echt dat Staphorst de kapje wat je hebt gemaakt. Ja. Alleen de lipstick is dan weer je eigen touch. Ja, ja, krijgt ze een ander kleurtje. Ja, dat doe ik altijd. Van, het is altijd een beetje... en ik heb ook... Mooi hoor. Hoe heet ze? Steen? Die kunstenares? Die Staphorst, de kunstenares Steen... Ik weet alleen de achternaam niet. Die heeft in Staphorst heel lang gewoond. Die vrouw is al in de jaren 60 overleden. Maar die... die maakte hele mooie werken. Maar ook met lijnen. En krijt. En dat... Dat heeft me ook wel hoe noem je dat? Ontroerd. Ja. Dus, en dat zit, toen dacht ik van ja, eigenlijk wel tof Staphorst. Dus toen ben ik heb geloof ik nog een werk, ook met Staphorst, de musical heet die. Die heb ik ook nog gemaakt. Die heb ik alleen niet hier. Maar, en hoe presenteer je dan? Heb je zo'n werk af? Daar heb je heel lang aan gewerkt. En is die dan te koop, Pieter? Ja, ik denk ze het wel, zijn te koop. Ze zijn allemaal te koop. En wat er niet te koop is, dat... Dat heeft mevrouw, die heeft er weer een andere ruimte voor. Dat zijn haar, die mogen dan niet weg. Ja, en hoe presenteer je je werk? De mensen kunnen dat op internet zien, op je website? Ja, op internet. En ze kunnen ook op afspraak kunnen ze gewoon, als ze me bellen of ze gaan via mijn website dan een e-mailtje sturen. Dan kunnen ze altijd langskomen om te komen kijken. Ja. En ik doe ook wel... zeg maar presentaties over mijn werk, dan kom ik ergens praten en vertel ik erover en zo van hoe ik werk en wat ik werk, wat ik een beetje maak. Laat meestal een aantal werken zien en daar vertel ik over. Nou sta ik dat zo te vertellen, maar ik heb natuurlijk je moet eigenlijk een PowerPoint presentatie doen, dus maar meestal is het gewoon bij waar ik hang. Dat ik het vertel, dat is makkelijker. Ja. Dus, want anders denken mensen, we vragen hem. En dan heb ik helemaal niks bij me. Ik heb alleen een scooter. Dus ik stond net op te scheppen over 3 auto's. Dat is niet helemaal waar. Ik heb een scooter en daar kan je niet zoveel op vervoeren. En mensen willen natuurlijk ook weten van... Als je nou zo'n schilderij wil hebben als Staphorster. Ja. Of uit de buurt. Wat moet ik daar dan voor betalen ongeveer? Deze is 1200. Euro? Ja. En dan is hij zoals hij hier staat. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus dan moet je eventueel zelf nog een lijst erbij maken. Ja, ja, ja hoeft niet, maar nee, hoeft het, niet. Het zijn wel hele goeie. Maar het is, als je dat mooier vindt, dan moet je dat er zelf meenemen. Want weet je wat is, als je met een lijst eromheen, vaak hebben mensen dan, die vinden die lijst weer niet mooi. Of ze willen juist een klassieke lijst, omdat het werk modern is. Dus dan, krijg je een ander. Prachtig, maar dan heb je ook wel een echte Zandvliet. Ja, ja, dat is de Zandvliet trouwens. Die heb ik de Zandvliet genoemd. Deze? Ja, want ik kwam natuurlijk wonen in Schiedam. En daar had je allerlei molens. Wij woonden tegenover de Nolet. Dat is de jenever van Ketel. En die hadden dus zelf een molen gebouwd die weer groter was. Maar Schiedam had al de oorspronkelijke grootste molen. Dus ik vond dat altijd een beetje dat ik dacht, ja, waarom moet het nou en zo? Maar ja, achteraf toch wel mooi om te zien. Ja. En toen dacht ik ga mijn eigen molen maken. En die heeft ook aan een molenexpositie in Schiedam meegedaan. Dus dat kan je wel voorstellen. Het waren allemaal mensen die hadden molens in de, zoals ze eruit zien, in een klassieke stijl gedaan. Ja. En ik deze eigenlijk met wuivende handjes zo er wat vrolijks van gemaakt. Geweldig. Ja. Ja, nooit zegt in andere molen. Ik had hem maar niet wijft en misschien wordt hij eens een keer uitgevoerd. Dat zou leuk zijn. In het echt. Ja. Ja. Maar hij heeft 3 wieken. Dat is ook bijzonder. Ja, het zijn er altijd 4, hè? Ja. Ja. Dus ik ken ze met 4, ja. Ja. Maar ja, hier bij het Staphorsterveld staan ze ook met 3 wieken. Dus wat dat betreft ben je ook weer niet zo raar bezig. Oké. Oh, ik schrok al. Die hoge windturbines, die hebben toch ook 3?
Ja, klopt. Oh ja, die hebben er 3. En die van mij ook buiten. Dit zijn je huisdieren? Ja. Dan heb je natuurlijk ook nog de zwart-wit tekeningen. Dat is zeg maar mijn basis. Dus ik maak heel veel zwart tekeningen. Als ik op reis ben, ga ik tekenen. En van impressies. En dit is... ik ben helemaal gek van wielrennen. En ook weer de historie. Dus ik heb Fausto Coppi nooit op tv live gezien. Weinig mensen, volgens mij. Maar die, ja, die heb ik dan hier getekend. Ja. Dit is met een ouderwetse kroontjespen gedaan. Oh ja. En dan zeg je, dit doe ik er tussendoor, Pieter. Dat, ja, dat is eigenlijk de basis van alles. Dat, daar ben ik zeg maar aan het soort trainen, zoals hij dat heet. Je bent de hele tijd aan het inspireren en veel lezen. Dus dan lees ik me in. Ja, sport vind ik enorm leuk. Dus wielrennen, voetbal. En en bijzondere sporters, dus ook in andere sporten, die dus extreme prestaties of rare dingen, en die teken ik dan. Dan heb je niet de neiging om ze te gaan inkleuren, zoals je in je andere werk doet. Nee. Dat kan wel dat hij weer terugkomt op in een schilderij. In en dan schilderij. Krijgt hij een kleurtje. Ja. En daar hebben we... Even, Jackie Wilson. Okay. Van Riet Petit. Da, ja. Da, da, da. Hij had geen vrolijke bij, Jackie, zoals je ziet. Nee. Je hebt hem even op zijn boze. Ja, Dizzy Gillespie. De Gillespie. De jazz trompetist. Oh, die ja. Bolle wangen. Dit is een Shock G van Digital Underground. Dat is dan weer hip-hop. Ja, want vroeger deed je ook veel met muziek, heb ik gelezen op je website. Hè? Ja, eigenlijk nog hoor. Ja? Ik moet altijd muziek om me heen hebben, ja. Ja? Ja. En allerlei muziek hoor. Ik kan, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een cd hier gekocht van meneer Westerman bijvoorbeeld. En zulke soort dingen. Ja, ik denk ik ga in Nieuw-Leuzen wonen. Dus ik ging gelijk een beetje kijken. Toen kwam ik dat tegen en toen heb ik het gekocht. Ja. En dan heb ik hem ook eens ontmoet in de sportschool. Dat deed hij ook. Ik dacht, ja, dat vind ik leuk. Ja, dan heb je Nieuw-Leuzen hard te pakken. Ja, hè? Ja. Dus, Joe Kokker. Ik heb hem nog niet getekend trouwens. Ja, maar in de wereld, de plicht mee ook rap. Nee, luzen, blijf het derpie, wordt harte verklaard.